Crystal Bouillon. Min 1 vandaag. Kut is gehaald in een major. Is dit gewoon een score en een dag waar je tevreden mee moet zijn? Ja, onder par is denk ik altijd een goede score. Vandaag hebben we best wel wat wind. Alleen het had voor mij nog wel wat lager mogen zijn. Ik speelde erg goed. Ik had wat meer putts mogen holen. Maar al met al denk ik vandaag vooral in de middag een goede score. Was het in de middag een stuk moeilijker dan in de ochtend, denk je? Voor zover ik weet was het in de ochtend wat makkelijker. Wel een regenbui voor 2 holes, maar voor de rest niet zoveel wind. En wij hadden vanmiddag vrij veel wind, dus dat is een verschil. En als hier niet zoveel wind is, dan wordt het vrij makkelijk. Daardoor had ik gisteren wat meer gebruik van moeten maken. Maar ja, nu in de middag 1 onder is een prima score. Het had alleen net even wat lager mogen zijn voor mij. Ja. En met wat voor gevoel ga je nu het weekend dan in? En is er nog iets waar je aan moet gaan werken? Nee, ik voel me goed. Mijn spel is erg goed, vooral mijn lange spel. Ik sla hele goede ballen. En ik moet een beetje geduld hebben nog dat de puts gaan vallen. Ik strook ze goed. Het is alleen af en toe even net niet. Ik ga gewoon weer verder. En hopelijk in het weekend mag ik er wat meer hollen. En is het ook gewoon een kwestie van inderdaad veel oefenen op deze greens? Want je vertelde al eerder dat ze ontzettend groot zijn. Dus is dat iets waar je gewoon tijd voor nodig hebt om daar aan te wennen? Nou, het valt op zich wel. Ik sla ze dichtbij genoeg. Dus het is niet een lengtegevoel wat ik niet heb. Ik heb echt veel kansen voor birdie. Echt binnen 5 meter heb ik heel veel puts gehad. En er mag net even een paar meer in. Maar ja, weet je, die kan niet afdwingen. En ik doe mijn drills, ik doe mijn oefeningen. En soms zit het mee, soms zit het tegen. En ik ben blij met vandaag en hopelijk wat beter in het weekend. Okay, dan hopen we ook. Veel succes. Dankjewel.